jaar hebben we 2 Alpetecs gepland. Ja, heel bijzonder eigenlijk. Maar Alpetec is normaliter bijna voordat die online komt al uitverkocht. Ik krijg maanden van tevoren al appjes van mensen van wanneer gaan de inschrijvingen open. Dus we dachten om iedereen een kans te geven. De club groeit inmiddels. Dus we dachten, nou, we doen er eerst 1. Die was in 20 minuten uitverkocht. En dan hebben we daarna gelijk de 2e gelanceerd. Het leuke aan 2 keer Alpetec is dat je wel echt 2 compleet verschillende groepen hebt. Ja, de dynamiek verandert eigenlijk niet. Het is gewoon altijd vet. Alpetec is altijd leuk. En het evenement is gewoon legendarisch inmiddels. Zo jongens, goedemorgen. Vandaag hebben we wat mooie passenprogramma's staan. We beginnen hier zo meteen op de Cross Klokken, dat is hier vlakbij. Vanmiddag nog wat hele mooie passen, wat bekende en wat onbekendere passen deze keer. Ja joh, als je kijkt wat er allemaal mee is, dat wordt gewoon spectaculair. Ik kan niet wachten. Vandaag de allerlangste dag op het programma. Ja, wel heel mooi, maar heftig. Nu even lekker alles in de navigatie zetten en dan over een kwartiertje gaan we ongeveer starten. Iedereen begint zich nu een beetje te verzamelen, we hebben net heerlijk ontbeten. Dan gaan we ons opmaken voor een hele mooie dag rijden. Dit gezelschap is echt genieten in de Alpen. Echt alleen maar mooie uitzicht als je om je heen kijkt. Het is net een videogame, dus kijk en geniet. We'll be right back.
Stelvio pas rijden, onder andere. We hebben gisteren natuurlijk al heerlijk gereden, maar vandaag wordt wel echt een beuken van een dag. Het weer is ietsjes minder dan de dagen ervoor, maar ja, dat mag de pret niet drukken, denk ik. Een beetje. Dat is leuk, hè? Super gedaan. 100% waar voor het geld. Kijk, hè. Prachtig rit. Mooie wegen gaf. Je moet ook even een puntje van kritiek erbij doen. Oh ja, puntje van kritiek. Anders komt het niet serieus over. Oh ja. Oh ja. Jammer dat we gisteren de lingerie show hebben gemist. En het regende een beetje. Ja, oh ja. Dat was ook wel koud. Dat moet volgend jaar anders. Ja. Het was gewoon super. Oh, ja. Dat was top. Kan je ervan zeggen? Oh, mooie badjassen erbij, elke dag. Neem je mee naar huis, hè? Aan denken.